In de nacht van maandag op dinsdag is rond 00:30 een bestelbus en een personenauto uitgebrand op een parkeerplaats aan de Graaf Waldgelaan in Tiel. De bestelbus is van Kok van den Heuvel, de man die afgelopen tijd regelmatig in het nieuws is geweest rondom de perikelen van zijn inmiddels failliete organisatie Joblanceer. Deze organisatie zette zich in om jongeren met een problematische leefsituatie weer op het rechte pad te krijgen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.